we zijn er weer met F1 vandaag, zoals beloofd, na 2 dagen weer. Dit keer met bij mij in de studio Gandor Bronckhorst. Ja, hallo. Heel veel zin in. Leuk jongens. F1 vandaag. Leuk dat je erbij bent. En vanuit huis eigenlijk ook virtueel in de studio Tim Kraai, hoofdredacteur. Hey Tim. Goedemorgen. Hey, het trilt nog steeds een beetje na in Nederland. Hè? Heftig nieuws per direct ontslag van De Vries. Ik heb jou nog niet over gehoord, Gandor. Kun je eventjes jouw eerste reactie daarop geven? Nou, alle keren dat we het er in de podcast over gehad hebben, zou het heel cynisch zijn om te zeggen dat het onverwacht kwam. Desondanks is het natuurlijk wel flink lullig voor de jongen. Ja. En toch stiekem ook wel een klein beetje onverwacht qua timing. Ja? Nou ja, had het misschien iets logischer gevonden in de zomerstop. Maar ja, blijkbaar... op die manier, ja. Dat begrijp ik. Om even op in te gaan, Tim... Nicole had een stukje geschreven hoe het eigenlijk een beetje precies in werking was gegaan. Ik vond dat het wel goed weergaf hoe hard die wereld kan zijn. Hè? Heb je dat stukje gelezen? Ja, dat schijnt mijn taak te zijn als hoofdredacteur, geloof ik. Ja, je weet maar, het zijn er zoveel op een dag. Ja, nee, ik lees de meeste. Maar Nicole heeft dat inderdaad gewoon goed in kaart gebracht met alle verhalen die wij daarover hebben. Ja, gelezen ondertussen om daar gewoon even een scenario schets van te maken. En ja, wat je dan toch merkt is dat er al wel ideeën waren om Nick de Vries eruit te gaan gooien. Van Helmut Marko uit voornamelijk. En dat hebben we in de afgelopen weken natuurlijk al wel wat meer behandeld. Inderdaad ook al in de podcast. Maar uiteindelijk is gewoon die test van Ricciardo gewoon de doodsteek geweest voor Nick. Ricciardo reed zo snel dat Horner, die toch al geen fan was van Nick de Vries, die heeft Marko opgebeld van joh, dit zijn de tijden van Ricciardo. En toen heeft Marco hem gewoon direct uit het niets Nick de Vries opgebeld en gezegd van joh, je kan je spullen pakken, je hoeft niet meer terug te komen. Maar ja, dat is gewoon, ja, het is echt insane. En Ricciardo stapt in die auto en een uur later denkt de Horner, oké, dit is our man. Ik bel naar Marco de Vries de laan uit. Dat is uitgelekt en nu is het gewoon al naar buiten. Het is eerder naar buiten gekomen dan Red Bull het had gewild. Ja, waarschijnlijk komt dat natuurlijk gewoon uit de hoek van de Vries zelf. Want ja, wie anders zal dat hebben gelekt? Het kwam natuurlijk ook via de vrienden van de Vries, zeg maar. Eerst via Alad Kalf, vervolgens via de Telegraaf kwamen we naar buiten. Dus ja, de kans is groot dat de Vries ervoor uiteindelijk ook voor heeft gezorgd dat Red Bull het eerder naar buiten heeft moeten brengen dan dat ze eigenlijk hadden gewild. Ja, en Gandor, in dat opzicht dan, zou je dan nog steeds zeggen dat het een opmerkelijke timing is? Dat Ricciardo die in die auto zit zichzelf heeft bewijst op dat moment? Ja, kijk, je hebt het natuurlijk vaker bij Red Bull gezien. Er is geen ruimte tot falen, of in ieder geval heel weinig ruimte. En het zegt ook heel veel over Christian Horner en de invloed die hij heeft, zelfs dus blijkbaar op AlphaTauri, dat hij daar iets van kan zeggen. En het eerste wat mij dan in me opkomt, is dit is precies de reden waarom Red Bull geen inmenging wilde van Porsche of wie dan ook in de board. Zo snel willen ze kunnen schakelen. Ja, ik heb Tom Coronel erover gesproken en die bracht naar voren. Die had de rol van Marco toch wat problematisch hierin. Hè? Die zegt, Marco is te veel op zoek naar een nieuwe Verstappen. En dat is natuurlijk niet mogelijk, 1, 2, 3. Dus hij had de Vries meer tijd moeten geven. En hij had niet moeten verwachten dat hij, net als Verstappen, binnen een half jaar Yuki te pletten rijdt en een stapje omhoog kan maken. Het voordeel is dat Yuki afgelopen jaren zichzelf te pletten heeft gereden. Dus, maar alle gekheid op een stokje. Ik vond vooral de reacties op YouTube wel heel sterk gekant tegen wat Coronel daar zei. Coronel geeft best wel een genuanceerd beeld van wat hij ervan vindt, namelijk aan de ene kant best wel hard van Marco, aan de andere kant zagen we het ook niet aankomen. Nou ja, iedereen die wel denkt, die vindt ongeveer hetzelfde. En ik vond wel heel veel reacties heel negatief ten opzichte van wat Coronel daar zei. Ik denk dat Coronel wel een goed punt heeft. Het is heel hard, het is sneller dan verwacht en tegelijkertijd niet geheel onverwacht. Nee, maar kijk, weet je wat het natuurlijk wel is? En dat is het sentiment wat je ook wel terugkreeg in de reacties, is dat Tom Coronel natuurlijk altijd wel in het kamp heeft gezeten van Nick de Vries fanclub. Hij was natuurlijk ook in tranen dat de Vries die kans kreeg in de Formule 1. Dus dat hij nu zo'n pleidooi houdt voor de Vries. Ja, ik snap wel dat daar enig scepticisme over is.
En ik ben het ook niet helemaal met hem eens, want hij vergeleek dat een Piastri 8000 kilometer zou hebben gereden in de Formule 1. Nou, die cijfers kloppen niet helemaal. En ook de Vries heeft best wel veel kilometers al gemaakt in de Formule 1. Heeft veel meer autosportervaring. En kijk, nogmaals, uiteindelijk is hij bij AlphaTauri binnengehaald als zijnde de teamleider, hè, als vervanger van Gasly. Ja, en dan moet je sneller zijn dan je teamgenoot, of je nou rookie bent of niet. En aan die verwachting heeft hij niet kunnen voldaan. Hè? En dan aan de kant schuivend of dat een realistisch doel was wat gesteld is. Maar dat is wel zijn enige kans geweest in de Formule 1. Ja, is de kans nu helemaal over voor de Vries uit de Formule 1? Hij heeft gesproken direct met Toto Wolff. Hij is gespot in Monaco, de Vries na zijn ontslag. Kijk, is dat direct iets van oké, je mag dan nog welkom bij ons bij Mercedes? Of is dat gewoon van Wolff is zijn leermeester geweest altijd en Allah, ik kom je even troosten, ik kom bij je op bezoek. Nou, het is misschien wat raar geformuleerd, maar ik kom wel bij je bezoek, we gaan even hebben. Had ook wel een goede band met Toto Wolff. Toto Wolff heeft natuurlijk ook wel zijn best gedaan om de Vries aan zo'n zitje te helpen. Dus op zich kan dat ook gewoon als vriendschappelijk worden opgepakt, zeg maar. Ik zou daar niet te veel uitlezen, maar ja, ik snap dat de reacties iets wat wild waren dat hij na zijn Red Bull overstap nu direct weer bij de grote vijand, bij de grote boze wolf, letterlijk en figuurlijk werd gesignaleerd. Ja, akkoord. Ik lees die daar ook niet zo heel veel in. Aan de andere kant, als het echt geheim hadden willen houden, waren ze natuurlijk niet in Monaco op het terrasje gaan zitten. Dus het is natuurlijk ook wel een signaal, denk ik, vooral naar de Red Bull-familie toe van ik zit weer gewoon weer terug bij Wolff. Het was een leuk uitstapje, maar ik ben wel gewoon nog in de gelederen bij Mercedes. Oké. Ja, serieuze perspectieven dan voor hem. Tim, jij zei vorige week of afgelopen week al dat er ook nog steeds wel teams voor hem in de rij staan voor de FI, de Formule I. Nee, vorig jaar heeft hij natuurlijk al gesprek gevoerd met Maserati. Was eigenlijk dat contract al wel rond. Net als zijn deal in het World Endurance Championship met Toyota. Dus dat die banden weer opnieuw worden aangehaald zijn redelijk logisch. Daarna zouden er ook gesprekken zijn geweest met Nissan, een ander Formule E-team. Dus ik denk dat hij een opties niet te klagen heeft. Wat betreft Formule 1, ja, heel eerlijk. Dit was zijn enige kans vorig jaar. Enige kans die je misschien nog zou kunnen zien is toch nog naar Williams. Mocht Albon daar vertrekken, dat ze daar op zoek gaan naar een nieuwe teamleider. Maar ja, aan de andere kant heeft hij nou nu bij AlphaTauri niet laten zien dat hij in die rol de ideale kandidaat is. Nee, dat is pijnlijk. Hij heeft natuurlijk geen indruk gemaakt. Hè? Dus je kan, ik denk in mijn mening wil misschien wel zeggen dat het klaar is. Waarom zou Williams nu dan voor weer toch weer de Vries die dan straks 29 is gaan, terwijl die ook misschien wel vanuit Mercedes weer een leuk talent doorgeplaatst krijgen. Een nieuwtje dat wij woensdag net hebben gemist met de opnames. Wel interessant. Blijven we even bij Red Bull en drivers. Marco, die zou al contact hebben gehad met zowel Lando Norris als Charles Leclerc om een dreamteam te vormen met Max Verstappen. Ja, ik las het ook. Ja, toch? En was dit je reactie toen ook, deze lach? Ja, kijk, natuurlijk zou het fantastisch zijn. Hè? Ik zou er echt van genieten om Charles Leclerc naast Max Verstappen te zien. Lijkt me volstrekt irreëel. Daar heeft Charles Leclerc niks mee te winnen. Lando Norris daarentegen, dat zie ik nog ergens wel voor me. Het zou met name commercieel ook wel interessant voor Red Bull zijn, wat in Engeland toch wel wat extra populariteit kan gebruiken. Toch niet het minste Formule 1 land. Veel belangrijker dan Mexico, stel ik me voor. Ja, en dat zag je trouwens in Silverstone ook, hè? Hoe Norris werd gedragen door het Britse publiek. Dus ik snap je punt. Ja, en voor hem is het een duidelijke stop omhoog. Voor Leclerc. Wat denk jij, Tim? Ja, nee, maar dit kan toch eigenlijk alleen maar werken. Kijk, het meest interessante aan dat hele gerucht vond ik voornamelijk dat Liberty Media zich zou mengen. En dat doen ze natuurlijk meer. En dat zij voornamelijk op zoek zijn naar een manier om bij ook de topteams voor elkaar te krijgen dat er niet meer echt die eerste en tweede rijder structuur is. Omdat je in de Formule 1 toch, hoe je de regels nou ook gaat doen, uiteindelijk altijd wel periodes gaat hebben waarin een team domineert. En dat ze eigenlijk willen gaan voorkomen dat als een team domineert, dat het ook eigenlijk op voorhand al duidelijk is wie de wereldkampioen wordt. Nou, in dit geval bij Red Bull is natuurlijk heel duidelijk dat Verstappen kampioen wordt. Ze willen eigenlijk naar een situatie toe waarin de topteams bijna gedwongen worden om twee topcoureurs aan te stellen. Ja,
om een paar redenen is dat gewoon niet reëel. Punt 1, dan moet je de topteams al echt wat gaan voorschotelen dat ze dat willen gaan doen. Want ja, twee topcoureurs in je team halen, dat is vragen om problemen. Want die rijden elkaar van de baan af. Dat zorgt intern voor strijd. Dat helpt helemaal niet aan je teamdynamiek. Dus dat is voor teams totaal niet... buiten een stukje marketing wat misschien interessant is, maar voor de rest heeft dat totaal geen waarde voor teams. En daarnaast moet je ook nog maar afvragen, daar heeft Horner het toen over gehad. Die werd gevraagd van, ja, zie je een team zitten met Hamilton en Verstappen? Ja, en die schoot in de lach. Hij zegt, nou, er is geen enkel team dat kan betalen. Dus weet je, dat speelt natuurlijk ook mee. Want ja, weet je, stel dat jij Verstappen en Hamilton samen in één team wil, dan ben je al 100, 150 miljoen euro kwijt aan je coureurs. Maar dat is misschien waar Liberty Media in kan springen. Want ik zat me al af te vragen, wat kan Liberty Media voor invloed gaan uitoefenen als host eigenlijk, hè? Als owner, op bezetting van een team. Dat wordt natuurlijk heel eng. Maar ja, wat ze zouden kunnen doen is toch wat extra geld toegeven van, als jij Hamilton en Verstappen wil hebben voor, wat zal het zijn, een miljard over 5 jaar, dan kunnen wij er geld tegen aan gooien. Maar het is heel raar dat Liberty Media daar iets voor terug kan gaan geven, toch? Het is sowieso een absoluut absurde veronderstelling dat je Verstappen en Hamilton in één team zou zetten. Het is een beetje alsof Poetin nu probeert Zelensky minister van Defensie van Rusland te maken. Terug naar het hoofdvraagstuk. Er moet iets gebeuren met het tweede zitje bij Red Bull. En wie ga je daar dan in zetten? Ja. Maar dat is uiteindelijk ook wat je wil natuurlijk als Red Bull zijn. Je wil een tweede coureur naast Verstappen. Meer heb je niet nodig. Dus ja, kijk, als Perez inderdaad mentaal geknakt is, en weet je, wat dat betreft is dit natuurlijk gewoon een win-win situatie voor Red Bull. Want ja, weet je, op het moment dat Perez het nu wel weer oppakt, nou, dan heb je gewoon Perez nog steeds als tweede coureur met misschien weer mentaal wat opgepoetst ego. En op het moment dat hij het niet oppakt en Ricciardo blijkt wel goed genoeg in de AlphaTauri, ja, dan kan je Ricciardo doorzetten. Het enige probleem wat je zou kunnen hebben is, Ricciardo presteert niet bij AlphaTauri. En je hebt bij Red Bull Racing Perez die ook niet meer presteert. Dan heb je wel een beetje een probleem. Want Tsunoda naast Verstappen zetten, dat gaat echt niet gebeuren. Zullen we eventjes weg bij Red Bull? Kunnen we altijd nog weer op terugkomen. Ander nieuws dat op de website verscheen. Tim, moet ik jou even vragen. Jij weet er ondertussen iets meer van. Er verscheen iets, wel eerder verschenen bij ons, via Play. Ga niet heel goed mee. Wat wil dat zeggen? Nou ja, kijk, Viaplay heeft nog de rechten over de Nederlandse televisierechten, zeg maar, voor de Formule 1 tot en met 2024. Maar ook de Nederlandse tak, hè, het is ondertussen bekend dat het niet heel florisant ervoor staat binnen heel Viaplay. Misschien net iets te veel hooi op hun vork genomen, wie zal het zeggen. Maar daar wordt intern wel een hoop overleg gedaan. En gisteren kwam toch wel naar buiten dat er... dat er in heel veel evaluaties zullen gedaan worden na het toch wel tegenvallende seizoen van 2023, zoals ze zelf ook stellen. Dus dat is natuurlijk wel een heel duidelijk signaal naar hun intenties na 2024. Aan de andere kant, Viaplay heeft wel, zeg maar, de beschikking over een heel pakket. Kijk, ze zijn niet alleen in Nederland, zoals een Ziggo bijvoorbeeld is. Maar ze hebben wel en Noorwegen en Zweden en Finland, noem al die landen maar op, waar ze ook uitzenden. Dus richting een Formule 1 is het natuurlijk wel een interessant marketingpakket wat ze in zijn geheel kunnen aanbieden, omdat ze het voor al die landen doen en F1 het dus niet per land hoeft te verkopen. Aan de andere kant, het feit dat ze nu tegenvallende cijfers hebben, ja, dat betekent natuurlijk ook wel dat de concurrentie bloed zal ruiken. Nou, Ziggo heeft daar natuurlijk een uitspraak over gedaan dat zij het graag weer terug willen hebben. Nou, dat Jack Ploy en Olaf Mol graag willen terugkeren, dat is voor iedereen ook wel bekend. En dat daar een bepaalde groep onder de fans is die hun ook graag zou willen terugzien, is ook, ja, algemeen goed. Dus ja, dat is interessant. Ludo heeft zojuist met Chris Woerts gesproken, wel een bekende sportmarketeer natuurlijk. En die belicht het toch heel anders, want door de jaren heen is hij toch wel een groot voorstander geweest van Ziggo Sport en het feit dat zij het terugkopen. Maar hij liet tegenover GP-blog eigenlijk weten dat, ja, hij zich niet zo heel erg zorgen maakt over Viaplay, dat het helemaal niet zo slecht gaat als dat er op dit moment door verschillende bronnen wordt beweerd. Ja, wat hij eigenlijk gewoon zegt, het gaat eigenlijk gewoon heel goed in Nederland. Ik quote hier even uit het stuk. Als je naar Nederland kijkt, dus het gaat in de algemene zin niet goed met Viaplay, maar als je gewoon puur naar Nederland kijkt, gaat het eigenlijk best wel goed. Dus dat daar die hype over is volgens hem onterecht. Daarnaast geeft hij ook aan dat, ja, er op dit moment gewoon, ja, wat geeft hij hier aan? Dat het in de toekomst, hè, die rechten,
de Formule 1-rechten, zolang ze die hebben, zijn ze winstgevend. Dus het punt is gewoon, als ze die weg zouden geven, ja, dan is het niet opeens dat hun problemen zijn opgelost. Dus de kans is groter dat ze juist in de Formule 1 gaan investeren en misschien wat andere takken laten vallen, in plaats van dat ze de Formule 1 als eerste zullen laten liggen. Ik moet wel lachen om als ik de naam Chris Woerts langs hoort komen. Want ik ben als Feyenoorder zijnde, weet ik één ding zeker. Als Chris Woerts zegt dat je geen zorgen moet maken, moet je je zorgen maken. volgens mij staan de Amerikaanse investeerders nog steeds voor de deur van de Kuip te rammelen. Als de, wel, ja. Dus dat gezegd hebbende, ik vind het... De ambitie die Viaplay heeft laten zien, en vooral ook om het een beetje te verjongen qua uitzending, vind ik echt wel heel erg interessant. Als je kijkt naar Olaf Mol 20 jaar geleden, was het natuurlijk ook niet de Olaf Mol van nu. Dus ik vind dat die jongens in die commentators in de media wel heel erg hard worden behandeld. Dat kan heus wel even wat minder. Die jongens zijn echt wel liefhebbers en je weet gewoon ook dat het best goede commentatoren zijn. Wat je wel mist bij Viaplay is smaakmakers. Het is wel een beetje kleurloos allemaal. En, maar waar zag je die smaakmakers bij zich al wel, zeg maar? Waar wat mis je precies? Nou, dat is wel wat scheuiger allemaal. En je kunt natuurlijk van Olaf Mol zeggen wat je wil, maar hij brengt wel echt met heel veel liefde en passie en inmiddels ook kunde en een sterk netwerk die Formule 1 wat persoonlijkheid. En in de studio van Viaplay zag ik dat eigenlijk ook niet terugkomen. Zonder daar personen aan te willen vallen. Maar in die studio gebeurt niks. Hè? Er is geen synergie. Sorry, ik ben even afgeleid. Want ik had jullie beloofd dat we toch weer terug gaan naar Red Bull. komt net online dat... volgens mij is het Martin Brundle die zegt... dat de komst van Ricciardo los stond van de bandentest. Dus alles wat wij net zeggen kan overboord. Volgens Martin Brundle. Mm. Ja, ik wou net zeggen volgens Martin Brundle. Maar de verhalen zijn toch heel anders, moet ik je meegeven. Dus ik denk toch dat een hoop kan blijven staan wat we hebben gezegd, gelukkig. Uitsmijter van de dag. Dit is Horner is actie Hamilton niet vergeten. Gaan we toch weer terug naar vorig jaar. Het kwam in ieder geval niet door kops, zegt hij. Wat is er nou gebeurd? Ja, het is wel weer typisch Horner dat hij daarover begint. Al moet ik heel eerlijk zijn dat ik ook wel 3-4 referenties heb gemaakt afgelopen week naar Kops en 2021 en Hamilton. Dus ik ben het ook nog niet vergeten. Het doet mij ook nog steeds pijn in mijn ribbenkast. Ja, dat kan ik wel stellen, ja. Ja, Horner zegt ook het ligt achter ons, hè. Maar dat zegt hij letterlijk. Wat zeg jij, Tim? Ja, dit gaat nooit vergeten worden. Laten we gewoon heel, heel simpel zijn. Weet je, dit is gewoon het moment van een generatie zoals we Senna, Prost hebben gehad in Japan, in die chicane. Is dit ook een moment wat wij, ja, wat onze generatie, iedereen die dat heeft meegemaakt, gewoon nooit gaat vergeten. En de hoofdrolspelers al helemaal niet. En Mercedes heeft al in de afgelopen 2 jaar heel veel steken gegeven over hoe het is verlopen in Abu Dhabi. En daar verwijst ze altijd naar. En dat Hamilton de 8e wereldtitel zou moeten hebben en noem alles maar op. Dus dat er ook af en toe een steek terugkomt van het Red Bull kamp. Ja, dat ga je houden. En die teams en die coureurs gaan gewoon never nooit vrienden worden. Echt niet. Nee. Nou, dit was weer F1 vandaag van vrijdag 14 juli. Heel erg dank voor het kijken. Laat in de reactie even achter als jij weer iets hebt gemist of juist iets heel erg leuk vond. En dan zien we jullie ons maandag weer terug en wij jullie ook. Doei doei!